Hallo beste Photoshopper. Oké, ik heb net de nieuwe Photoshop geïnstalleerd en die heeft een probleem. Ik start hem even op. Je ziet nu in een andere scherm, het opstartscherm, dus zie je even niet. Ik zal hem even hierheen halen. Kijk, dit is het probleem. Knipper de knipper de knipper de knipper en de menus doen het niet. Kom nergens in. Heel erg strontvervelend. De nieuwe Photoshop CC 2018 werkt niet. Dit lukt wel. Dus ik creëer een nieuw document. Maar dit kan ik allemaal nog. Maar ik kan hier ook in de bovenste menus geen kant uit. Super irritant. Werkt niet. Maar gelukkig hebben we daar een eenvoudige oplossing voor. Gooi Photoshop dicht. En dan ga je naar je programmamap. Dus waar je programma's staan geïnstalleerd. Heb je de map Adobe CC. Daar zoek je de map Photoshop CC 2018. Dan ga je naar Required. Dan heb je daar een map CEP. En daar Extensions. En dan kan je hier zien, dus dit is het pad, hè? Deze PC. Dit is waarschijnlijk C. Bij de meeste mensen zit de C schijf, maar is het E. Programma's of Program Files. Waar je in ieder geval je programma hebt staan. Adobe CC. Je gaat naar deze map. Required CEP Extensions. En dan zijn deze twee de boosdoener. Deze twee. Die gooi je weg. Verwijder. Hoppakee. Weg ermee. Ik heb ze wel even ergens reserve opgeslagen. Dus ik heb ze. Kijk, ik heb ze hier ook. Reserve extensies. Je weet het nooit. Nou, dan doen we Photoshop opnieuw open. Dit gaat alleen als het programma dicht is natuurlijk. Dus doe het programma eventjes opnieuw open. Het opstartscherm zit even in mijn tweede scherm, dus dat zie je niet. Maar ik sleep hem zo deze kant op. Kijk, hier is die. Hoppakee. En nu werkt alles naar behoren. Create new. Even kijken. Zo. Kijk, en nou kan ik gewoon alles doen. Ik heb geen idee waar die twee extensies voor zijn. Ik heb nog niet uitgezocht. We kunnen ze vast missen. En anders komt er misschien later nog wel een fix voor. Wat misschien nog verstandig is om even te doen. Is in de roaming map. Kijk hier. Die staat op je lokale schijf. Gebruikers. Je gebruikersnaam. App data. Roaming. Adobe. Adobe Photoshop. Daar kun je beter eventjes de settings map hernoemen. Dus ik noem die even out erachter, bijvoorbeeld. Want die maakt hier een nieuwe aan. Dan heb je, weet je zeker dat er geen oude settings met die verkeerde extensies nog meedraaien. Dus ik start Photoshop nu opnieuw op. En dan kun je zien dat hij meteen een nieuwe aanmaakt. Open. Kijk. Terwijl die nu Photoshop opstart, op mijn tweede scherm dus. Heeft hij die aangemaakt? Nou, dan hebben we een nieuwe map. Dan kun je misschien die oude wel weggooien. Kijken. Create. Nou jongen, helemaal weer in orde. Kijk. Fijn hè? Goed. Dat was mijn tip. Ik zal in de omschrijving zet ik nog eventjes de precieze paden. Dus deze. Voor de settings. En deze voor de extensies. En dan wens ik jullie veel succes. Laat even in de comments weten of het nut heeft gehad. En als je er wat aan hebt gehad, geef deze video een like. En misschien kun je eens naar mijn andere kijken. Er staan nog leuke dingen tussen van mijn tekenwerk. Groetjes.